schoffelen, onkruid weghalen en bewateren. Joost en Greet zijn er druk mee sinds ze dit voorjaar een moestuin zijn begonnen midden in het dorp. Ze onderhouden de planten en kruiden samen met de kinderen uit de buurt. Tijdens de bestuursvergadering kwamen Joost en ik in gesprek om zoiets te organiseren. En we zijn gaan zaaien en planten en de kinderen kwamen. En nou, het is gewoon een groot succes naar ons idee. En willen jullie ook de kinderen ook wat gaan leren met dit project? Jazeker, daar is Joost heel goed in. Die legt ook alles uit. Maar gewoon, ik vind het heel leuk om te doen dat we met z'n allen zijn. En dat de plantjes gewoon, dat je ze ziet groeien. Dus hoe mooier en groter ze worden. En vind je het ook leuk dat je er wat van leert? Ja, dat vind ik vooral ook heel leuk. Gewoon omdat je dan later ook nog heel veel dingen weet daarvan. Hoeveel dagen in de week doe je dit? 2 dagen in de week. Maandag gaan we water geven en donderdag gaan we bijvoorbeeld stenen schilderen en nieuwe plantjes planten en onkruid en andere. Ja, we hebben altijd genoeg te doen. In de tuin wordt van alles verbouwd. Sla, broccoli, bloemkool, wortels en zelfs kruiden als munt en basilicum. Nou, dat mogen de kinderen die dus zelf geplant hebben, mogen het in eerste instantie meenemen. Hebben we echt een overschot, dan delen we het uit aan de buren. Maar bij dit kleine moestuintje blijft het niet. Greet en Joost zijn nog veel meer van plan. Het is de bedoeling dat we dit stuk er dus bij gaan betrekken. En dat we dan echt gericht op groente gaan. En dan willen we eigenlijk in de toekomst, als het mogelijk is, willen we wel een stuk tuin eromheen gaan maken. Dus dan hebben we het over een appelboom en een perenboom en een pruimenboom en lavendel en vlinderstruiken. Hebben jullie eigenlijk ook nog meer mensen nodig voor het project? Het gaat eigenlijk druppelgewijs dat mensen toch wel langskomen en dan ook wat doen. We zouden natuurlijk in de toekomst wel heel graag kinderen erbij willen hebben, dat wel. Maar ik denk dat we altijd eens even de aap uit de boom moeten kijken. En dat misschien als we volgend jaar een nieuw oproep zetten, dat er wel meer komen.